2D-animaties zoals je die in Gumball ziet, zijn opgebouwd uit frames. Elke frame bestaat uit een aparte tekening die een ander stadium van de beweging van het personage weergeeft. Elke seconde bestaat uit 25 frames. Dus er zitten 25 aparte tekeningen in elke seconde van een animatiefilm. Dit is een seconde in de normale snelheid. Als we die langzaam afspelen, kunnen we alle verschillende frames zien. Dus er zitten 25 verschillende tekeningen in elke seconde die je in een tekenfilm ziet. Dat betekent dat als Gumball in elke frame van een aflevering voor zou komen, dat er ruim 25.000 keer getekend moet worden. Dat is indrukwekkend, of niet? Oh, echt niet. Als jij een tekening zou zijn, hoeveel van jou zouden er dan nodig zijn om op school te komen? Kijk maar naar deze tabel. Het aantal minuten staat aan de linkerkant, het aantal frames staat aan de rechterkant. Denk volgende keer dat je naar je favoriete show kijkt eens aan hoeveel tekeningen je ziet en hoeveel tijd het kostte om die te maken. Er gaat iets verschrikkelijks mis, of niet? Nee, dit is positief. Het klinkt vreemd zonder beeld, of niet? Hoe brengen we de personages tot leven? Erg ruwe schetsen worden al snel volledige storyboards. Dan worden ze aangepast voor de correcte timing en dienen ze als richtlijn voor de geanimeerde bewegingen die moeten worden gemaakt. Hartelijk dank, hier 20 euro. Dan worden onze layouts gemaakt. Dat zijn de achtergronden van al onze scènes. Die brengen de stad Elmore tot leven. Dan worden ze samengevoegd met de storyboards. Praat niet tegen me alsof ik hysterisch ben! Dan gaan de animators de personages maken. Zowel in 2D, tweedimensionale platte personages zoals Darwin en Gumball. Als in 3D, zoals de bananen. Pizza, pizza, pizza! En meneer Robinson. Als de personages geanimeerd zijn, zijn we nog lang niet klaar. Er moet nog veel meer toegevoegd worden. Mag ik eruit halen? Geanimeerde monden. Licht. Schaduwen. Heel veel schaduwen. Weerspiegelingen. En alle extra effecten. Dan is onze animatie pas klaar. En zo wordt de wonderlijke wereld van Gumball gemaakt.